Een hele goede morgen jongens en leuk dat jullie weer kijken bij deze nieuwe vlog vanuit Polen. We staan op de hotelkamer, net gedoucht. We gaan nu inderdaad richting het ontbijt, even kijken wat ze daar hebben. Yes. En de vorige keren was het echt goed. Ik moet je zeggen, bij Hotel Margo vind ik het wat minder. Ze verstaan je ook niet. Dus als je pannenkoeken bestelt, dan krijg je brood. En als je brood bestelt, krijg je pannenkoeken. Maar helemaal nergens over. Maar hier was het gewoon een buffet, kan je zelf pakken. Dus we gaan het even zien. Daarna, want ik zie dat het wel bewolkt is, dat is mooi, dat is al in ieder geval een pluspunt. Daarna gaan we naar de markt om wat andere video's op te nemen, maar natuurlijk ook om dingen te kopen. En dat gaan jullie dan later zien, ook in deze vlog. We gaan sowieso ook stoken, laat ik ook wel beelden van zien, maar dat is allemaal later. Ik hoop dat jullie de vorige vlog ook leuk vonden. En als je die nog niet gezien hebt, check die even, want daar hebben we ook al in, wat in gestookt. Oh, wat een lekker ontbijtje. Dit is tenminste een buffet, jongens. Het ontbijtje gaat erin. Lekker, man. Zometeen naar de markt, dus. Let's go. Nieuwe dag, nieuwe kans, jongens. Ik ben ook onze eerste kans, dat scheelt. Ik ben echt benieuwd, man. Gaat het alles hebben? Of niet? Klopt, de auto in. Oh, dat is wel even koud nog. Zo, het is echt super koud, man. Loop jij hier zo voor jasje? Dus, we gaan nu naar de markt. Ik ben super benieuwd wat ze daar dus hebben. Gisteren was de markt helaas al dicht. Yes. Hebben jullie kunnen zien in vlog 1. Maar ik heb wel goede hoop dat ze nu wel wat... Ik heb wel zo'n idee dat ze gewoon bij de dat gewoon hetzelfde is. Klopt. Filmen heel lastig wordt, aangezien ze hier al heel streng waren. Laat staan naar alles wat er is gebeurd, weet je. Ze waren toen al heel erg van dat het niet mocht. Dus het zal wel wat lastiger worden. Maar goed, dat gaan we vanzelf. Geef niet op. Nee, we gaan vanzelf achterkomen. In de straten van Polen. Daar zie je inderdaad Eetcafé de Gouden Boog. En we zijn nu onderweg naar de McDonald's. Alweer. En volgens mij reed ik verkeerd trouwens. Maar moest ik juist die kant op. Nee man, je rijdt goed. Ja, ik rijd nu naar de Mac en naar de markt. We zouden toch naar de Polenmarkt? Oh ja. Yes jongens, we rijden gewoon heel spontaan ineens langs Pyro Market, oftewel Zena Polen. Funk en zo, helaas is die dicht. Maar dat moet de pret niet bederven, want wij gaan door naar de markt. Maar moet je dus zien hoe erg dit is, dat je gewoon zo'n vuurwerkwinkel naast, als het ware, de markt hebt. Die man die gaat ook naar binnen volgens mij, of niet? Ik weet niet, man. Wat doet hij? Het zal... is goed. Helaas is die dicht. We gaan door naar de markt, zoals beloofd. Vlog nummer 2, tanken in Polen. En als je hier even filmt, voor de kerels, 5,27 per liter. Wat is inhoud dat je ongeveer, wat zal het zijn, 1,20 euro kwijt bent? Ja, ik denk het. Dat kost in ieder geval echt helemaal niks vergeleken met Nederland. Nee, maar echt ziek. Dus dat is voordelig tanken, man. Zo jongens, we hebben weer wat geshopt. Helaas niet kunnen zien, maar jullie kunnen alles zien in de video die over de markt gaat. Hier zitten wat leuke dingen in en ook wat zwaardere spullen. Gelukkig, dus het is niet zo dat het... Matabruja's, iedereen kent ze wel, kregen we gratis, 2 pakjes. PS5, de nieuwe, of in ieder geval die van vorig jaar die nieuw was. En deze hadden we nog niet gehad. Funke Petarda 5 Blue. Serco Blitzy, een Traka. En Screamshells. Wij willen dus niet nu hierheen gaan met het idee van, we gaan zo... Wat de fuck ligt hier, man? Gast. Er zit gewoon op een bus gas, jongen. Een bus gas hier zit. Maar wij willen dus hier nu niet heen gaan om te laten zien dat we superveel kunnen kopen. Of wat dan ook. Want dat zou gewoon niet slim zijn. Wij gaan hier puur heen om te laten zien dat je nog aan de producten kan komen. En als we er dan toch zijn. Dan halen we inderdaad ook echt iets. Kijk hier. Yes. En dus ik hoop dat jullie dat snappen. Aangezien we toch hierheen gaan om wat te filmen. Maar het was inderdaad niet de bedoeling om hier grote dingen te gaan halen. Je kon ook aan Shells komen, vergeten we helemaal te zeggen. Shell buizen stond ook in dat tentje. Die was ergens anders, denk ik. Nee, die stonden daar, man. Ik heb ze gezien. Oh. Misschien staan ze ook op beeld, maar dan kunnen jullie dat zien in de marktvideo. Ik denk dat die online staat. Die is volgens mij woensdag online gekomen. Maar zoals ik al zei,
Ja, bij Shells waren we niet voor gegaan, omdat je daar gewoon te erg de aandacht mee trekt. En bovendien, met die buizen ergens gaan staan, is gewoon een veel groter risico. Want die buizen die moet je meeslepen, moet je vastzetten. Je moet rust nemen natuurlijk na elke Shell, omdat er vonken in die buizen kunnen achterblijven. Waardoor je dus veel tijd kwijt bent. En dat risico willen we gewoon niet lopen, jongens. Ik denk dat jullie ons wel begrijpen. Maar al met al hebben we een leuke verzameling nu kunnen halen. We gaan dit zo meteen opstoken. Dan gaan we weer naar de markt, geloof het of niet. En daarna gaan we dus weer stoken, zodat we een grote stookcompilatie kunnen maken. Een deel van deze producten die we gaan stoken, zien jullie in deze vlog terug. Net zoals vorige week. We gaan gewoon ook in de vlog stoken. Maar alles kunnen jullie terugzien in de compilaties die komen. Vuurwerk stoken in Polen, waarschijnlijk zo'n video. En ik zei vorige keer ook al, het kan dus voorkomen dat jullie misschien een paar beelden die jullie in deze vlog zien, ook in de compilatie zien. Maar dat is logisch, want daar is het een compilatie voor. Een compilatie is dus alles bij elkaar. Maar goed, we gaan nu even wat rusten. Even wat beelden weer op de laptop zetten, zodat die veilig staan. En doe alvast een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie zo meteen waarschijnlijk op locatie weer. We zijn weer op de oude vertrouwde locatie. En zoals jullie kunnen zien, de cake staat er al nog, dus die gaan we even opruimen. Wel zo netjes. En we gaan zo meteen even verder stoken. Wat wel irritant is die zon, man. Nou ja, ja. We filmen wel naar de goede plek. En zo meteen gaat de fik erin. We hebben natuurlijk het tasje meegenomen. Allemaal in delen, zodat we zo meteen even wat te stoken hebben. Die gaan we zo meteen stoken. Kunnen jullie zien in deze video. Maar ook in een compilatie. Maar dat heb ik al een paar keer gezegd. Dus wij gaan even de boel klaarzetten. En dan gaan we zo meteen stoken. We beginnen met de blauwe Kipolla. Let's go'tjes. Jezus. Met de goede weg, hoor. Heerlijk, jongen. Die druk ook, hè? Kijk uit voor die andere. Niet gelijk, niet gelijk. Is dat de laatste? Nadat we dus bij de Mexa waren geweest met, we hebben het niet gefilmd, maar ik had zin in in wat kouds. We lopen dus nu weer richting de markt om te kijken of we nog wat bij kunnen halen. We hebben net wat gestookt, zoals jullie konden zien. De overige knalbeelden die zijn gemaakt, zullen jullie in de compilatie zien. Ik heb toch wat voor jullie in deze video gedaan. Straks gaan we nog even chillen op de hotelkamer. En dan vanavond weer stoken. Kijk jongens, alles dicht. Helaas. Best wel kloten. Alles is dus gesloten. Lopen op de markt. Helaas. Het enige wat we hebben is grijze deuren hier zo. Ja, en het enige wat we hebben gedaan is vrij recent, net 2 minuten geleden, hebben we voor 1 uur hebben we parkeergeld betaald. Nou, dat was dus ook voor niks. Jammer joh. Iedereen is dingen naar binnen aan het zetten en zo. Brood en dat soort dingen. Nou, wij gaan denk ik gewoon nu even naar de hotelkamer, man. Yes. Een beetje chillen, totdat het iets later wordt, wat schemer, en dan gaan we weer stoken. Want we hebben natuurlijk nog wat. Ja, we moeten nog even aan de bak, jongens. En morgen, en dat zien jullie in de volgende video, gaan we naar de andere locatie, waar we dus vorige keer als eerst waren, bij Martin, wat iedereen wel wist.
Ik denk niet meer dat Martin bestaat, of in ieder geval de shop. Dat was vorig jaar eigenlijk al niet meer zo. Die zagen we niet meer, maar... Ja, daar was niet veel van over. Nee, nee, klopt. Dus ik ben wel benieuwd hoe het daar is. Dat zien jullie in de volgende video. Maar deze dag is nog niet voorbij. Hij is nog niet voorbij. Begin pas. En ook deze winkel is helaas alweer dicht. En het is niet eens 4 uur, man. Jongen. Yes, jongens, staan we weer op locatie. Met de andere knalspullen die we hebben gehaald. We hebben natuurlijk nog meer gehaald. En dat kunnen jullie zo meteen zien. Ook in de stookvideo's. Want zoals ik eigenlijk de hele tijd al doe, laat ik niet alle stookshots zien. Die komen namelijk allemaal in de compilatie. Daar gaat een traakaartje, man. Hoppa. Kijk hoor. Tering. Heerlijk. Er staat wel wat gras in de fik gelijk. Zo, ja, maar even uitmaken. Ik hoop dat hij in de lucht gaat, gek. Vorige keer vloog. Die zijn zo ziek. Een cirkelwitje tussendoor? Nee, ik zou die shells doen, man. Ah, eentje. Cirkelblitz. En daar moet je altijd voor uitkijken. Ik ga ook alle kanten van zee willen. Hey, dit keer ging die niet kapot, man, in die buis. Creamshell. Hey, 901 is er niks bij hoor. Heerlijk. Ja. Wat was dat voor geluid, jongen? Hij klinkt in het water van de harde, jongens. Meer zien jullie dus in de stoken compilatie Polen. Waar gaan we nu heen? Ik denk naar Totaal. Ik dacht Mackie, man. God. Oh ja, daar moeten we ook nog heen, hè? Ja, we moeten nog eten, inderdaad. Maar wat een locatie is dit, jongen. Anders red ik het morgen niet meer. En ik zeg je ook eerlijk. Stoken in de schema vind ik echt de chills, man. Ik zeg eerlijk. En hier is echt helemaal niemand. Er is echt niemand die last heeft. Dus, klopt als een bus. Dat zit denk ik wel een kilometer of 2-3 bij huizen vandaan. Ja, zeker. En dan nog heb je heel veel bos hier. En dan nog is de wind naar de kant waar helemaal niemand woont. Ja. Dus ja, we hebben wel geluk. We gaan snel richting de auto. En dan zien jullie ons waarschijnlijk weer on the road. Of bij de Mac. Een beeld voor jullie. Om te laten zien hoe erg onbewoond dit is. Je hoort helemaal niks. Behalve mij dan. Het lijkt net Amerika, man, zoiets. Ja, ik vind wel, als je deze borden kijkt. En hier zo'n verlaten huis die daar staat. Yes, het is weer zover. We zitten weer bij de Mac. Ik probeer het zo gezond mogelijk te doen met een wrap. Het is echt, het kost echt geen drol, hè? 3 euro. Ja, ik moet je zeggen, een hamburger is 85 cent. Ja. En zo'n milkshake is volgens mij 1 euro nog wat. Een medium cola betaal in Nederland tot 3 euro voor. Hier zou ik 1,50 inclusief hamburger. Ja man, dat is echt bizar. En ze hebben ook andere dingen. Ik zag net de jalapeno burger. En die was 1 euro. Maar ik had gekeken en omgerekend. 1 hamburger is 85 cent. Leep, hè? Yes jongens, we zijn op dit moment weer terug op de hotelkamer. Jullie zagen net dat we bij de Mac waren. Ik heb even gedoucht. Ik moet je zeggen, deze douche hier is verbouwd en vernieuwd. Hij is echt goed, man. Normaal gesproken ben ik niet zo'n fan van douches in hotelkamers. Maar deze is gewoon goeie. En, ook wat leuks. Al het vuurwerk wat we dus hebben gehaald. En wat we dus vanmiddag hebben laten zien in deze vlog. Is allemaal op. Helaas. Allemaal op, jongens. En zoals ik al zei, deze trip zal er niet om worden om zoveel mogelijk te halen, maar eerder om... we hebben echt geen drinken meer, man. Ik heb wel dorst, man. Misschien kunnen ze wel even rijden. Misschien kunnen ze wel ergens rijden, man. Gewoon even een colaatje halen ergens of zo, bij de Mac. Als we daar nog niet genoeg zijn geweest. Maar goed, dus alles is op wat we vanmiddag hier hadden staan.
En we, zoals ik al zei, we hebben niet hier de trip laten worden zoals ja, dat we zoveel mogelijk gingen halen en zo gek mogelijk. Maar gewoon om te kijken of er nog iets te halen valt en of het nog de moeite waard is om naar Polen te gaan voor ons. Want wij maken dus heel vaak deze trip, ga gewoon hierheen, ga een beetje checken hoe of wat, gewoon een beetje chillen, een beetje stoken en video's voor jullie maken. Dus dat kan gewoon nog hoe we het nu zien. En volgende week, dus de volgende vlog, dat is voor ons morgen. Is er ook nog wat leuks op de planning, hè? Ja, morgen gaan we naar de markt. Ja, morgen gaan we inderdaad naar de andere markt, bij Martin. In ieder geval toen Martin daar nog gevestigd was. Om te kijken of daar nog wat is. Daar waren namelijk in zo'n fietsenzaakje, was daar achterin. Als je wat doorvraagde, was daar bijvoorbeeld, waren daar shells te vinden en dat soort dingen. Ben ik heel benieuwd of dat morgen ook nog zo is. Zien jullie volgende week allemaal. En in de vuurwerk op de markt video. Maar die staat al online. Dus mocht je die video al willen kijken. Afgelopen woensdag is die online gekomen. En dan kunnen jullie hem zien. Zo vliegt eigenlijk zo'n trip echt voorbij. Maar goed. Ik wil hierbij vandaag afsluiten. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke vlog vonden. Wat gestookt. Wat gekocht. Wat gechilled. Lekker gegeten bij de Mac. Maar niet heus. Dus ik zie jullie volgende week weer. Bij een volgende vlog. En komende woensdag gewoon weer een upload. Ciao. Ga je nog wat zeggen? Ik zou zeggen, we zien jullie weer morgen, jongens. Wat een... Later!